Hi Ram, ik ga kaarten voor je trekken. Welkom bij je intuïtieve tarot van Annemiek. Het is een, mijn sessies zijn energetisch, dus ze zijn tijdloos. Je kan over een jaar weer terugkijken naar deze clip of je kan je richten op een andere clip van een ander sterrenbeeld als je je daartoe aangetrokken voelt. Ik heb bij de titels onder de video's zet ik het thema van die clip neer. Dus misschien voel je tot aangetrokken. Je kan ook kijken waar je ascendant staat. Als je meer van dieper op één-op-één relaties wil, kan je kijken waar Venus staat. En ondertussen wachten totdat er een duidelijk een kaart komt voor jullie, voor deze sessie. Yes, deze. Ja, leuk, leuk, mooi, mooi. De dolfijn. De dolfijn is heel sociaal, is happy, is blij, is speels. Ik ga er een kaart bij trekken voor de andere persoon. Je bent met iets bezig waar je heel blij van wordt. Valt er eentje uit, vallen er drie uit zelfs. Je bent ergens mee bezig. Ja, dit is leuk. Je hebt iets verklaard. Je hebt iets verklaard. Er is een clip, het is echt een juweeltje geworden. Van Steenbok, 1 januari. En misschien vind je het leuk ook om die te bekijken. Want die gaat over verklaren. Over neerzetten in woorden. Over verklaren. En deze dolfijn, die is happy of wordt happy. Kan ook, hè? Dat je nog niet happy bent. Als je iets verklaart, terwijl mensen naar je kijken. Dus dit is een otter. Een otter staat net als de dolfijn voor speels. Voor lol. En zoals je kan zien bij de otter, hij wordt in de gaten gehouden. Het is de bedoeling dat jij iets gaat vertellen terwijl mensen naar jou kijken. Dus misschien op het komende feest, op de volgende vergadering. Misschien bij een verenigingsbespreking. Of je gezin. Het zal voor sommigen ook met het gezin te maken hebben. Ik heb ook de aardworm getrokken. En die staat voor voltooiing. Zodra jij gezegd hebt. Ja, het is niet zozeer zeggen. Het is echt even er goed voor gaan staan. Het is bijna alsof je elke zin bewust als een affirmatie gaat zeggen. Je gaat je verklaren. Je gaat je verklaren. En voor sommigen zal de sfeer waarin dat gebeurt heel vrolijk zijn. Zal heel sociaal zijn. Het heeft te maken met iets sociaals. Met iets hoe jij je verhoudt ten opzichte van iemand anders. Of ten opzichte van een bepaald gezin. Of in de straat. Of op je werk een bepaalde groep of een bepaalde afdeling. Misschien ben je baas. Geldt dit voor jou als baas? Maar zelfs als je geen baas bent. Want de aardworm is de allereerste kaart van dit deck. Dit kaartspel. En het hoeft dus ook allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het is behoorlijk aard. Het is behoorlijk aard. Houd simpel, houd bij de basis. Ga geen moeilijke gedachtenkronkels proberen uit te leggen. Dat als jij je ik wou zeggen diepste gevoelens, maar dat is het niet eens. Het is iets basaals voor je. Volgens mij zal het ook helemaal niet zo lastig voor je zijn om het te zeggen. Als je maar eenmaal daar gaat staan. Als je maar eenmaal
in het openbaar, of in elk geval bij een bepaalde groep waar het niet normaal voor je is om te zeggen van hé, en nu ik wil je iets zeggen. Als je dat maar eenmaal doet, als je die drempel maar eenmaal over bent gegaan, en dat durf je wel, kom op, je bent een ram. Je bent een vuurteken. Je hebt kracht genoeg in je. En als ram past deze kaart eigenlijk heel erg goed bij je. Deze kaart die belooft dat bij dat vuur, bij jouw initiatievermogen, bij jouw pioniersmentaliteit, de eerste die begint, dat daar gronding bij zit. Het wordt niet halleluja, het wordt niet iets zweverigs. Je bent gegrond. Je bent gegrond en je hebt vuur. Uiteindelijk wordt het een vrolijke boel. Dit is een van, qua kleuren, een van de vrolijkste kaarten. Diezelfde kleuren, ongeveer, komen binnen die aardworm. Dat betekent dat voor nu. Ja, wat betekent dat? Heb ik dat niet al gezegd? Even voelen hoor. Die vrolijkheid, die hoeft niet te ontstaan door hoe anderen op jou reageren. Die vrolijkheid, die heb jij al in je. Ken je dat? Dat je soms het idee hebt dat je meer lol hebt in je uppie met jezelf dan met iemand anders. En sommigen schamen zich daar een beetje voor, maar dat is onzin. Dat is zelfliefde. Je eigen beste vriend zijn. Je eigen beste vriendin zijn. Kijk eens naar die kleuren. En toch zijn ze zacht, hè, die kleuren. Ook al ben je een man, ook al ben je een stoere mannelijke man. Het gaat om zacht zijn naar jezelf toe. Jezelf oké vinden, jezelf accepteren. En dat doe je. Dat doe je, dat heb je al in je. Dit gaat om jou, dit gaat om jouw blijdschap, om jouw geluk. Dus verklaar iets. Doe dat in het openbaar. En dit of gaat komen, of het gaat vermeerderen. Of het gaat verankeren voor je. Er gaat een stuk onzekerheid bij je weg. Als je maar eenmaal hebt gezien van, oh, maar ik kan dit wel zeggen. Ja, kijk. Van een kaart uit. Een super mega tevreden pandabeer. Die lekker zit te kou op iets wat hij fijn vindt. Wat hij lekker vindt. Namelijk bamboe. Bamboe staat voor geluk. Een pandabeer staat voor geluk. En het staat voor een unieke gave die jij hebt. De kaart is Ace of Swords. Zwaarden. Aas. Voor sommigen gaat dit ook betekenen van dat je in het openbaar gaat verklaren. Dat je in het openbaar gaat verklaren. Dat je van God houdt. Dat je van. Om de liefde geeft. Dat je. Wat dit dan ook voor jou betekent. Maar er gaat iets unieks ga je vertellen. Een pandabeer is zeldzaam, hè? Het is niet zo van dat we die elke dag in de supermarkt zien. jij hebt een nieuw idee. Daar staat deze kaart ook voor. Je hebt iets nieuws en het moet verklaard worden. Het moet echt verklaard worden. Het is zo uniek. Je hebt een talent en je gaat iedereen ermee aanraken. Je gaat je hele sociale kring. Krijgt een upgrade. Gaat er blijer van worden. Maar jij moet het even doen. En dat kan je. Je haalt de schouders er bijna voor op. Pennenschil. Doe ik eventjes. Uiteindelijk. Ja. En dat als je,
Als je verlegen voelt of als je je even ongemakkelijk voelt of zenuwachtig, zeg het gewoon. Dan kan je gewoon zeggen van, hey, ik wil graag jullie aandacht hebben. Ja, eigenlijk van jullie allemaal, ook van jullie twee daar. En god, speel nou eens eventjes niet met je eten, mijn dochter, terwijl ik dit tegen je vertel. Of wat de situatie ook is. En dan kan je zeggen, ik ben hier een beetje zenuwachtig over, maar het is heel belangrijk voor mij en voor jullie uiteindelijk ook, dat ik dit wel eventjes zeg. Ik heb iets te verklaren, het is belangrijk voor me. Je kan het zeggen. Je hoeft niet een groep in te stappen en meteen te schreeuwen op de afdeling waar je werkt, waar nog 50 anderen werken, van, hey, ik vind dit en dat. Nee. Je hebt vuur en mag je laten zien. En het komt goed. Ja, en nogmaals, misschien vind je het leuk om dus om even een boost te krijgen, even gemotiveerd te raken, mocht dit nog niet voldoende zijn, om naar de clip van Steenbok te kijken van 1 januari. Dank jullie wel!